midden in mijn gigantische trip. En dat was wel apart. Ik heb het namelijk opgeschreven. Normaal lees ik dus niet. Niet van blad. En ik lees ook nooit voor. Dat ben ik niet voor geschrift. Maar dit verhaal was wel apart. Dus ik heb het opgeschreven. Gaan we dan. Het ging ongeveer zo. Dus Han belde mij. Hè. Hij zegt, Rumen jongen. Met Han. Hoe is het ermee? Ik hoorde dat je stervende bent. Dus het was wel apart een beetje. Ik zeg, hey Han. Gaat goed door. Hoe is het met jou? Prima, zei Han. Heb je reeds nagedacht over welke nummers we eventueel moeten spelen op je crematie, jongen? Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar zal ik eens even over moeten nadenken. Maar zover is het nog lang niet hoor, wees me niet ongerust. Dat is heel fijn om te horen, zei Han. Ik wist wel dat je ons niet zomaar zou verlaten, jongen. Wat zouden we zonder jou moeten? Dus dat werd een geëmotioneerd gesprek. Ik hoorde Han praten door zijn tranen heen. Hij zei, maar goed, nu ik je toch aan de telefoon heb... Barrel House wordt geëerd, zei hij. Ja. Ja, toch? Maar ik verstond geweerd. Ik zeg, Han, worden jullie geweerd? Goh, dat is niet best, jongen. Is dat alleen in Nederland of ook daarbuiten? En hoe heeft het zover kunnen komen dat jullie geweerd worden van de podia daar gespeeld, gevolgd met de organisatie? Nee, jongen, geëerd, zei Han. Geëerd, in de zin van opgenomen. Ah, zei ik totaal niet meer weten waar het over had. En even begon ik zelfs aan zijn gezondheid te twijfelen. De hele band wordt opgenomen, zei ik tegen Han. Door welke instantie dan en waar? Kan ik jullie dan nog wel bezoeken? Worden jullie geïsoleerd opgenomen? Zei ik wat bedroefd. Ja, dat was even schrikken natuurlijk. En zo hebben we nog zo'n kleine 6 uur met elkaar gesproken. En het ging allemaal niet meer over muziek. We hadden het over allerlei andere dingen, zoals tegel zetten... Wat lopen, morfine, winkeldiefstal, kogel stoten, touw laten vieren, bloemschikken, zonne-energie, melodie, vermorselen, pretenderen, toetakelen, polkappen, krentenbollen en meer van dat soort standaard muzikantenpraat. Tot Han na deze uitputtingsslag zei, het was immers al 4 uur 's ochtends en hij werd moe en ik was nog steeds wakker natuurlijk. Hij zei, oké? En ik zei, ja prima hoor, voor jullie altijd, want ik ben jullie grootste fan. Ja, zo ging ongeveer een telefoongesprek. Het is wel zo dat ik dus in een totaal gedrogeerde periode rondliep, dus het kan zijn dat mijn verhaal iets afwijkt van dat van Han. Maar dan moet ik hem zo zelf even vragen. Oké, waarom ik hier sta? Ik heb Barrel House vaak zien spelen. Elke keer als ik ze zag optreden of de eer had met hun samen te spelen, spat het spelplezier ervan af. De broers Laporte, het paar aanvullend als Keith Richards en Mick Taylor. De dreunende, swingende ritmesectie van Jan Willem en Bob. De rotsvaste boogie van Han en dan die machtige soulstem van Tineke. Ja toch? Ja, dat dacht ik. Dat maakt voor mij echt dat Barrel House al jaren mijn favoriete bluesband is. En ik hoop dat ze nog jaren zo door zullen gaan. En voorkomen terecht dat ze worden opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. Toppie! Zeker niks recentes kunnen vrienden komen. Nou ja, misschien dat dit gaat helpen. Weet het niet. Er zijn nog wel wat programma's. Nee, ik moet natuurlijk een dankwoord uitspreken. En nou ja, dat ga ik bij deze doen. Heel erg bedankt. Iedereen die hiertoe aan meegeholpen heeft.
En we gaan gewoon lekker spelen. Ja! Dank je wel! Voor je onafhoorbare speech.